Nou, een nieuw seizoen komt er bijna aan. We hoeven nog maar 18 nachtjes te slapen, zag ik van de week al staan. Dus het komt heel dicht in de buurt. Jij hebt natuurlijk met rode stift op je kalender gemarkeerd. Ja. Nou, het is wel zo, als zo'n seizoen is afgelopen, dan heb je zoiets van, nou, even geen Wie is de Mol meer. Vooral als we dan ook nog dat Vlaamse seizoen erbij hebben gevolgd. Ja. En nou waren het ook echt 3 seizoenen achter elkaar, hè? Ja, dat is ook zo, ja. We hebben natuurlijk het jubileumseizoen gedaan, toen seizoen 21 en toen nog de Vlaamse Mol. Dus toen had ik wel zoiets van, nou, heel even rust met Wie is de Mol, maar ja, nu begint toch wel weer een beetje toch wel weer op te dagen. Zo van, nou, ik heb toch wel weer zin in dat seizoen. Beetje te kriebelen. Een beetje te kriebelen, ja. Heb jij dat ook of niet? Ja, ik denk dat ik het minder heb als jou. Jij bent natuurlijk wel de echte, de echte Wie is de Mol fan, de grootste. Ja. Maar ik vind het altijd wel heel leuk als het begint, inderdaad. En om weer lekker op zoek te gaan naar de mol van dit jaar. Ja. En even goed voor de statistieken. We hebben 3 Nederlandse seizoenen gedaan. Of 4 misschien al zelfs van de Molcast. Ik denk 3. Volgens mij 3. Seizoen 20, seizoen 21 en het jubileumseizoen. En ja, we hebben er nu toe altijd, 1 van ons 2 heeft het altijd goed gehad. Dus ja, als je luistert, het garantie voor succes. dat is zeker. Ja. Dus altijd 1 van ons heeft het goed. En volgens mij hebben we het zelfs een keer allebei goed gehad bij het jubileumseizoen. Ja, het jubileum. Maar toen was het op een gegeven moment ook wel redelijk obvious wie het was. Ja, dat is waar. Ja. En bij die andere was het toch vaak wel nog een beetje van, het is waarschijnlijk 1 van deze 2, maar wie het precies is, dat... Ja, en volgens mij hadden we seizoen 21 ook allebei, René, als ik me niet vergis. Volgens mij ben ik toen inderdaad op het laatste of zo nog een beetje daarheen. Ja. Of nee, jij was volgens mij nog op het laatste geswitcht. Ik weet het niet meer precies. Ik weet het ook niet meer. Maar goed, in ieder geval, we zijn er weer. En we gaan in deze aflevering het eigenlijk over de 11 kandidaten hebben, want het zijn de 11 in plaats van 10. Daarnaast gaan we het hebben over de livestream, want afgelopen augustus was er een livestream waarbij de kijkers eigenlijk via de website wiestemol.nl mee konden kijken naar de eerste executie van aflevering 1. Dat is nog nooit eerder gebeurd dat kijkers al mochten weten wat er nou precies gebeurde in een aflevering, dat ze ook invloed konden uitoefenen op het spel. Dus daar gaan we het zo meteen allemaal over hebben. En we gaan het natuurlijk over Albanië hebben, waar het gaat zich afspelen. Dat is het land van opname. En voor de rest zijn er nog ook nog wat andere dingetjes te bespreken, als bijvoorbeeld al een hint die voorbij is gekomen. Dus laten we gewoon lekker snel van start gaan. Dit is de Molcast met Guido Verheijen en G. Kusters. Begin het misschien wel bij het begin. En dat was dus waar ik het net al over had, over die livestream. Ik heb hem deels gekeken toen die uit werd gezonden. Ik was zelf aan het werk. Het was ook echt op een zaterdagavond. Volgens mij wel echt 8:30. Dus wel echt de Wie is de Mol tijd, om het maar zo te noemen. Ja, precies. Maar ja, toch wel midden in de zomervakantie. Dus dan heb ik meestal toch wel andere dingen op de planning staan op een zaterdagavond. Ja, meestal werken. Ja, dat had ik dus ook. Dus, maar ik neem aan dat jij hem dus ook niet bekeken hebt. Nee, ik heb hem ook niet gezien. Nee. Dus als jij dat toen zei van, er was een livestream en dat je er een YouTube-video over had gemaakt, maar ik heb het echt totaal gemist dat er überhaupt een livestream was. Ja. En ook wel pech dat de livestream is nu offline gehaald op YouTube. Een paar moloten die hadden hem geüpload, maar Afrotros wil dat blijkbaar niet, dus het is er nu ook weer helemaal afgehaald. Ze hebben nu wel de pleidooien in losse stukjes op de website gezet van iedere kandidaat. Om maar eventjes kort te benoemen wat nou precies de bedoeling was van die livestream, is dat wij als kijkers mochten meekijken naar hoe de eerste executie verliep. De kandidaten hadden allemaal de test gemaakt en wij kregen van Rick van der Wesselaken te horen dat we 1 kandidaat eigenlijk een vrijstelling konden gunnen als kijkers zijnde. Daardoor moesten we dus via de site mochten we dus stemmen op de kandidaat die wij het minst zouden verdenken. Diegene kreeg de vrijstelling en die kandidaat mocht ook nog 1 van de andere 10 aanwijzen die ook nog een vrijstelling kreeg. Nou, om heel even gelijk met de deur in huis te vallen, we hebben niet te horen gekregen wie de vrijstelling uiteindelijk verdiend heeft. We hebben alleen te horen gekregen wie nou de meeste stemmen hadden, wie de meeste stemmen had. Dat was Arno Kantelberg, maar ja, daar kun je voor de rest eigenlijk niet echt conclusies uit trekken, behalve dat hij toch wel op het verdenkingenlijstje staat bij veel kijkers. Maar ja, goed, je hebt nog helemaal niks gezien. Dus ja, dat is altijd in het begin natuurlijk. Is heel moeilijk. Een beetje gissen wie het is. In de eerste aflevering zeg je ook altijd van,
Ja, zal die wel zijn. Ja. Ja, ik ga die vraag toch wel stellen dan maar. Wie denk je dat de mol is? Of gaan we dat op het einde van deze podcast even... Ja, doe maar. Dan kan ik nog eventjes nadenken. Oké, dan kunnen we er even nadenken. Ja, dat lijkt me een goed plan. Oké, ja, want het, nogmaals, dat pleidooi, dan moet je ook echt denken aan een minuutje tijd of zo dat je had. Om even te zeggen wat je hebt meegemaakt in de afgelopen 2 dagen. Want ze hebben 2 opdrachten uitgevoerd. En ja, wie wat verdacht deed en dat soort dingen. En 1 minuutje was al veel eigenlijk om dat soort dingen te bespreken. En na die pleidooi mochten de kijkers nog wat vragen stellen. Maar dat waren hele simpele vragen, zoals wie denk jij dat de mol is? En dan geeft een kandidaat echt niet zomaar antwoord van ik denk dat persoon A de mol is. Want dan geef je van gelijk heel veel informatie prijs, want de andere kandidaat zit er gewoon erbij eigenlijk. Dus laten we dan maar gelijk de kandidaten de lijst er maar eens even bij pakken. Ja, goed plan. Het zijn er 11 dit jaar. Waarom voor 11 is gekozen, weet ik eerlijk gezegd niet. Misschien het 21ste seizoen? Dus dan 11 kandidaat. Dat is logisch. Ja. Misschien dat ze na 21 seizoenen dachten, nou, we gaan nu eens even wat anders. Of... Ja. Nou, wat je wel hebt is dat je... Twee mollen? Wow, wat? Huh? Twee mollen? Oh, twee mollen? Oh, wow. Echt? Zal het dit jaar dan toch eindelijk zo zijn? Wordt al 10 jaar geroepen volgens mij. Misschien dat dit jaar wel 2 mollen. Ja. Of Robert is de mol, dat kan ook nog. Die komt er ook nog bij als staande kandidaat. Die kant is zeer aanwezig. Voor de mensen die deze grap niet begrijpen, kijk even de vorige podcast terug. Want we hebben het altijd over Robert van Beckhoven. Dus dat is grappig. 100 favoriete kandidaat / mol. Ja. Hij was absoluut de mol, maar hij moest het veld ruimen. Dus heel raar allemaal. Maar wat je wel hebt nu is dat er geen aflevering meer gaat zijn waarin niemand afvalt. Als ik het even goed en snel berekend heb. Want dat had je normaal gesproken natuurlijk wel altijd. En toch denk ik dat het net zo goed wel is, hoor. Ja. Want ja, er zijn bijna altijd al van die afleveringen dat ze dan groepsimmuniteit kunnen halen. Of dat er 2 mensen dan een keer afvallen. Ja. Misschien hebben ze dat dit keer ook wel. Dat er gewoon weer 2 of 3 mensen afvallen in 1 aflevering. Zou of dat ze dan... de groep in 2 splitsen en dat van het ene team maar 2 mannen overblijven of zo, weet ik veel. Je bedoelt een soort Expeditie Robinson, dat je eigenlijk een soort afvallerseiland hebt en dan... Ja, niet dat, maar volgens mij was dat niet in het jubileumseizoen? Jubileumseizoen. Het seizoen daarvoor. Dan zaten ze in zo'n trein en toen werd de groep in 2 groepen gesplitst en toen bleef uit de trein van ieder team bleef maar 2 man over van de 4. Maar dat was seizoen 21, ja. Met, dat bedoel ik inderdaad ja, ook. Toen, ja. Ja, dat en zou kunnen, Dat soort dingen inderdaad. Dat kan ik me voorstellen dat ze dan misschien zouden doen. Maar, dat ze de groep wat vaker tegen elkaar opzetten of zo. Ik weet niet per se of ze wat vaker doen. Maar als ze gewoon al 1 aflevering erin knallen waar ze 2 man afvallen, ja, dan ben je alweer op... het normale aantal, zeg maar. Ja, zo ja. Dat je uit beide groepen eentje weghaalt. Of misschien wel uit 1 groep 2 mensen tegelijk. Dan dat zou wel kunnen inderdaad. We hebben 11 kandidaten. Zou jij de eerste willen doen? Ja, is goed. Ik vroeg me af. Ken je er überhaupt een paar van? Ik ga heel even het overzicht erbij pakken. Want ik kende wel een paar. Zoals Kim de Jan kende ik wel. Ken ik dus niet. Oh, die kende jij niet? Nee. Ja, dat heeft vooral met vroeger te maken, omdat zij vroeger die Kids Top 20 deed. Ja, kende ik wel. Maar ik wist niet dat zij dat was. Misschien omdat ze er onderhand wat ouder uitziet. Maar... Oh, dat mag je niet zeggen. Oh, waar zei die dat? Ja, en... Sorry, Kim Leon. Ik hoop niet dat ze luistert. Voor de rest kende ik Everon, maar die ken ik eigenlijk beter als Bing, omdat mijn ouders keken vroeger, heel vroeger naar Goede Tijden, Slechte Tijden. Toen zat hij er ook al in, dus volgens mij speelt die man echt al 20 jaar in de Goede Tijden, Slechte Tijden of zo. Freesia kende ik eigenlijk door sport, Eredivisie vooral. Mm-hmm. Voor de rest, ik had Hila wel eens gezien en Thomas had ik wel eens gezien. En voor de rest eigenlijk...
viel het mee. Wel Moed had ik ook nog wel eens gezien op tv, omdat ja. ze dan tv-programma's presenteren. Ja, zij zit altijd bij Op 1 samen langs, langs Jort. En, ja, ja, Jort Kelder samen. Ja. Mister Kelder. Hij kan heel goed chabreren, heet dat toch? Dat je sabreren. Sabreren, ja. Dus je... lekker flesje. Ja, ja, ja. Die Thomas, die ken ik inderdaad ook wel. Ja. Even kijken, die Sahil, die heb ik ook wel eens gezien. Hij deed volgens mij inderdaad al veel voor de Wereld Draait Door. Of veel, weet ik niet. Maar daar heb ik hem wel eens voorbij zien komen. Was hij daar dan tafelgast of zo? Of, Ik dacht dat hij iets met het nieuwe seizoen deed. Of, nee, niet het nieuwe. Met, ze hadden altijd zo'n DWD Jong of zo. En daar deed hij volgens mij iets voor. Ah, oké. Okay. In ieder geval, volgens mij was hij dat. Een soort onderdeel, een soort rubriekje of zo. Ja. Ja. Ik dacht dat ik die Hila kende. Maar ik verwaarde haar met de staatssecretaris van de VVD. Die lijkt daar heel erg op. Oh. Ze heeft een moeilijke naam. Okay. Ja, ja, ik die, snap waarom je dat denkt. Ja. Ik zie haar foto. Ja. Ik snap dat je dat denkt, ja. Ja. En ik vond die... ik vind Arno, die lijkt echt heel veel op... Volgens mij was dat Klaas, die toen ook een keer mee heeft gedaan. Ja, vind je hem daarop lijken? Ik vind van wel. Hij heeft hetzelfde soort haar en zo. Ja, dat is waar. Maar Arno is wel iets grijzer, denk ik. Ja, dat waarschijnlijk wel. Ja. Maar ik vind hem er wel semi op lijken. Oké. Okay. Maar is hij dan ook de mol? Want Klaas was de mol, dus... Misschien wel. Ja. Maar goed, Arno Kantelberg is de eerste kandidaat. Ja, hij geeft wekelijks stijladvies, zie ik hier. Zo. Ja, dat daar moet je van hebben. Bij RTL Boulevard, dat ik natuurlijk iedere week dat kijk. Dat kijk ik iedere week, ja, ja, ja. Ja, iedere dag zelfs. Oh ja, dat is iedere dag zelfs, ja. Hoofdredacteur van verschillende tijdschriften. Mm-hmm. Schrijft boeken, zoals de Stijlbijbel voor mannen. Zegt me helemaal niks, maar... Nee. Nee, maar nee zeker niet. Ik zie er altijd zo goed uit. Ja, vast de Stijlbijbel. Nee. Nee, maar ik merk dus al dat hij zit echt vooral in de modewereld. Dat is echt niet mijn... Ja, hoe moet ik het zeggen? Jouw niet wereld. Mijn specialisme, niet mijn wereld, laat ik het zo zeggen, ja. Nee. Ja. Ik heb er ook helemaal niks mee, dus nee. Ik kende hem ook niet echt. Maar ik heb hem ook wel eens gezien op tv of zo. Maar, ja, dat wou ik net zeggen inderdaad. Ik heb hem volgens mij wel eens bij Boulevard langs zien komen, maar ja. Maar dus wel als meest verdacht. Ja, dat is waar. En hij zegt tijdens die pleidooi dat hij minimaal €500 heeft verdiend tijdens de tweede opdracht. En we hebben tijdens de livestream een klein beetje gezien wat er tijdens die eerste en tweede opdracht gebeurde. In de eerste opdracht was het een soort van Mikado-constructie. Dus al die stokken die over elkaar heen liggen, maar dan meer de hoogte in. En in het midden hing eigenlijk aan een touw een sleutel. Dus misschien dat ze zich daar doorheen moeten wurmen om dan daar te komen. En de tweede opdracht was meer dat ze een tablet hadden en die verdween in een kist. En ze hadden... naast de kist een zandloper staan. Dus ik neem aan dat ze daarmee als het ware de tijd moeten doorberekenen. En dat ze dus op een gegeven moment op een juist tijdstip dan de kist weer moeten openen of zo. En dat dan de timer precies op nul moet staan. Denk ik of zoiets. Dat er precies een minuut is dat die kist open is. Dat ze erbij kunnen. En dat die dan vervolgens de rest van de tijd wel dicht is. Ja. Maar dat zal wel een paar uur duren. Dat je dan ook echt die kist steeds in de gaten moet houden. Moet turven van oké, ik ga nu de zandloper omdraaien. Dat is dan 53 seconden. Moet je de hele tijd een soort rekensom voor jezelf maken. Van hoe vaak je hem zou moeten omdraaien in een uur of zo. Het zal niet in een kwartiertje opgenomen zijn. Nee, want dat lijkt me te makkelijk. Ja, ja, precies. Maar goed, hij zegt dat daar minimaal €500 verdiend is. Dus nou ja, we moeten hem dan maar geloven op wat hij zegt daar. Maar wel apart dat hij dat zo vertelt dan in die pleidooi. Ik weet niet wat wij daar echt aan hebben, maar het heeft niet geholpen. Misschien om dat hij, misschien dat hij daarom ook juist al verdacht wordt, omdat hij dat juist zegt. Ik zou als mol ook over het geld beginnen dan, of tenminste, dan kom je wat meer als kandidaat over van, hey, ik ben voor het geld gegaan en ja, precies, ik ben met geld bezig. En het valt niet echt te controleren voor ons, want wij hebben dat niet gezien, dus nee, wij gaan dat nog zien. Daar komen we nog achter. Daar komen we nog achter of dat waar is, ja. Dan doe ik de volgende maar. Dat is Everon Jackson Hoy. Hij is 39 jaar oud en hij speelt in veel Nederlandse films. De recentste was Ballando. 2020 is die in ieder geval uitgekomen. Ik ken de film
niet, moet ik eerlijk zijn. Ik kijk ook niet zo heel veel Nederlandse films. Dus ook dit is totaal niet mijn sector qua dingen die ik dan bekijk of luister. Ja, voor de rest is hij dan soapacteur. En ik zei het net al een beetje, mijn ouders keken vroeger vaak naar goede tijden, slechte tijden. En daar zit hij echt al een flink lange tijd in. Daar speelt hij ook wel een beetje de bad guy, dacht ik. Maar ja, acteur heeft, kan best goede tijden, slechte tijden een bad guy? Ja, ja, sowieso. Die Ludo Sanders, die kent iedereen natuurlijk wel. Die, ken je Ludo Sanders niet? Ik denk ik als je hem oprecht nooit gekeken. Ik denk, ja, ja, ik ook niet, maar ik wist wel dat Ludo Sanders bestond. Zo van, ik denk als jij hem googelt, het is die, hoe heet die acteur nou? Ik ben zijn naam kwijt. Ik ga hem even googelen voor je. Ludo Sanders. Ik denk, als je, ik denk dat je hem wel... Oh, kent. Ja, ja, ja. Je hebt al wel heel veel goede WhatsApp-stickers van. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, hij is ja, dan ja, echt, ja, de echte bad guy. Maar volgens mij heeft... oh, de copy. Dat is ook... Ja. Ja. Hij is dan... Het is toch wel gewoon het copy van een evil genius. Ja, 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 ja. Ja, en Everon is dan een beetje dus de semi-bad guy, zeg maar. Ze hebben het in ieder geval vaak met elkaar aan de stok, dacht ik. Een beetje zo... Zijn handlanger, Ja. Nou, terug naar Wie is de Mol. Ja, ja, ja. Nou, verder geeft hij in het pleidooi aan dat hij niet zo heel goed... Of dat hij wel goed is in liegen, maar dat de rol van zijn leven aan hem voorbij is gegaan. Oeh, ja, dat zou ik ook zeggen. Ja, ja. Dat vind ik een goeie inderdaad, ja. Ja. Maar goed, hij is goed ja, in liegen. Ja, dan komen we bij... ja. Dan hebben we de derde, Fresia. Presentator van Sportzender. Zondagochtend talkshows bij... Goedemorgen Eredivisie. Ja. En een amateurvoetbalster. En tijdens de livestream had ze wat, ja, zei ze dat ze wel heel fanatiek is. En dat, ja, dat geeft ze dus ook toe. En dat ze 2 jaar lang een zandloper in de gaten heeft gehouden. Om er zeker van te zijn dat er niet gemold zou worden. Ja, dat is dan dus ja, we gaan er nog achter komen, denk ik, of dat ook gelukt is. Ja. Dat kunnen we nu natuurlijk nog moeilijk beoordelen. Ja. Ja, als we Arno of Big mogen geloven, in ieder geval... nou, als we Arno mogen geloven, niet. Dan is er minimaal €500 verdiend. Dus dan zou dus dat zou een goede, ja, goede zaak zijn voor de groep. Ja. Maar ja, goed, wat je zegt, misschien hebben ze wel 2 groepen gemaakt... en is de ene groep met een zandloper aan de slag gegaan... en heeft de andere groep iets anders gedaan. Dat zou ook kunnen. Ja. Maar goed, als het echt zo is dat ze 2 uur lang... dedicated een zandloper in de gaten heeft gehouden... dan, ja, dan is dat wel kandidaat terug... Als we aan mogen ja, lopen. Dat zeker. Ja. Of molrek, want je kunt natuurlijk ook... Ja, ja. Dan ben je niet met andere dingen bezig. Dat is waar, ja. Ja. Zo had ik er nog niet eens over nagedacht, ja. Ja, als mol zijnde wil je natuurlijk ook 2 uur lang dat ding in de gaten houden. Ja. 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 Nee, dat is waar. Beetje relaxen, beetje... Gewoon even 1 keer vaker dat ding omdraaien. Of iets langer wachten totdat het zand eruit is gelopen. En dan pas weer omdraaien. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, ik ben heel benieuwd hoe die opdracht gaat zijn. Dat zien we allemaal in aflevering 1. Volgende kandidaat is Glenn Faria. Hij is 41 jaar en hij is zanger, rapper, songwriter. Nu moet ik zeggen dat ik zijn nummers niet heel goed ken. Glenn Faria heeft bijvoorbeeld het nummer Hoe Weet Je Dat? En Terug Naar Nu uitgebracht. Ik was die nummers nog even aan het beluisteren net, maar het zegt me niet zo heel veel. Hij was vorige week of 2 weken terug bij Nick, Simon en Kees hebben zo'n programma, de 3-sterren camping of zo. Oh ja, daar heb ik en dan gaan ze dan met artiesten of met mensen die van muziek houden, gaan ze daarheen en dan bespreken ze dingen over het leven, bla bla bla. En daar was hij ook bij. Hij gaf voor de rest nog aan tijdens de livestream dat hij een soort argwaan om zichzelf heen creëert en dat hij daar vooral bij zichzelf aan moet werken. Dus ik merk hierop uit dat hij niet echt heel veel vrienden heeft gemaakt en dat hij een beetje ja, de kat uit de boom kijkt of zo misschien wel. Oh. Ja, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja, dat is ook moeilijk te zeggen natuurlijk, als je nog zo weinig van ja, mensen hebt gezien. Dus, ja. Nou, in ieder geval de volgende kandidaat is Hila Nourzai. Radiomaker, presentator, journalist. Geeft updates bij onder andere het AD. Presentatrice van Eén Vandaag. Voormalig radio DJ. En ze heeft blijkbaar ooit meegedaan aan een talentenjacht, de Screentest. Ja. Geen idee wat dat was. Nou, toevallig maar... ken ik dat wel, want dat was daar zochten ze een nieuw presentatietalent. En zij was toen tweede geworden, okay. Dus daardoor is ze wel volgens mij bekender geworden, dacht ik. Mm-hmm. Ja. Oké.
En tijdens de livestream bleek dat zij, of ze zegt in ieder geval dat zij penningmeester van de groep is geworden. Door het vertrouwen van de groep te winnen. Ja. Ah. Dus of ze daar iets speciaals voor heeft moeten doen, dat weten we nu natuurlijk nog niet. Maar ja. Misschien heeft ze ook juist al niks gedaan waardoor ze het vertrouwen heeft gewonnen. Ja, wat je vaak ziet, hè, dat twee mensen dan heel graag penningmeester willen worden. En de derde gaat er dan mee heen. Zo van, waar twee vechten voor één been, gaat een derde er mee heen. Ja, precies die, ja. Ja, dus misschien kan ze wel heel stil zijn geweest terwijl ze dat aan het verdelen waren. En ja, dat ze zo zeggen van, nou, ik wil eigenlijk ook wel penningmeester zijn. En dan, nou, dan word jij het. Ja, nou, misschien wel een slim tactiek dan. Ja. En ja, ze nou, jouw favoriet? Hiernaast jouw favoriet, Guido. Ja, Kim Lian. Hé, hey, dat komt goed uit. Mag ik gewoon Kim Lian voorlezen? Nee, Kim Lian, 41 jaar oud. Tegenwoordig is ze presentatrice bij SBS6. En maakt ze programma's als Thank You for the Music en 50-50. Volgens mij was 50-50 een soort spelprogramma. En Thank You for the Music ook, denk ik. Ik kijk niet zo heel vaak naar SBS6, om eerlijk te zijn. Ik ook niet. Voor de rest is ze een musical actrice. Heeft bijvoorbeeld Shrek the Musical gedaan. Musicals zijn niet echt mijn ding, om heel eerlijk te zijn. Wat wel Shrek the Musical wil ik toch wel een keer zien. Ja? Oké, we gaan naar Shrek the Musical. Wat wel meer mijn ding was, is de Kids Top 20. Want, vroeger keek ik daar. Ik dacht dat je nou Shrek ging zeggen. Nee. Ja, Shrek is wel leuk trouwens. Hoor. De films vind ik echt wel goed. Maar goed, het kinderprogramma keek ik vroeger wel naar. Dat was volgens mij ook op Zapp of zo. Of ja, was dat Jetix, niet het programma of dat allemaal die kinderen zo in zo'n ruimte stonden en dan was dat zo team tegen team en dan dat weet ik werd er ondertussen muziek gespeeld of zo? Ja, dat zou best wel kunnen, ja. En ik weet ook wel dat ze af en toe echt die artiesten uitnodigden. En dan gingen ze daar, mochten ze echt 2 minuten een nummertje doen of een minuut of zo. En dan, oh, oké. Okay. Het was heel kort, weet ik nog. Volgens mij was ik net te jong, zeg maar, voor dat programma, om dat leuk te vinden. Ja. Ik denk dat het een beetje de jongere versie van de top 40 is, wat het nu is volgens mij. Alleen dan op tv in plaats van op radio. En dan met Kus en Lisa Amy. En ja, en dat wel. En K3 en zo en dat soort dingen allemaal. Ja. Oké. Okay. Kim Lian, daar is al wel een hele grote hint over verschenen op het internet. Ze zeggen in haar pleidooi dat je haar recht in de ogen moet kijken, zodat je kunt zien of ze liegt, ja of nee. Maar daar zit ook nog wel een andere hint bij, want voorafgaande aan de livestream werd er op de site wieisdemol.nl werd er een soort teaser geplaatst van, nou, kom binnenkort naar de livestream kijken. Daar hadden ze een soort masker gebruikt. Je ziet hem als je naar de podcast aan het kijken bent ook op de achtergrond hier staan bij ons. Daarin zag je ook al gelijk iemand die dat masker aan het dragen was. En nu hebben dus moloten op het wiesnemol.com forum hebben die afbeelding, het kleurbalans aangepast, het contrast wat verhelderd. En zo kwamen ze erachter dat het bijna 100% zeker is dat dit Kim Lian is. Want haar oog is echt precies hetzelfde. Er is een gifje van waarin je haar echte profielfoto ziet, zoals die op de website staat, en de foto van het masker. Nou, het is echt 1-op-1. Dat moet haar zijn. Maar de vraag is nu, zijn er niet ook gewoon 10 afbeeldingen van die andere kandidaten die ze misschien nog ergens anders van gaan gebruiken? Dus ja, ik weet het dat niet. Dat is altijd de vraag natuurlijk, is de mol. En waarom zou zij dan de mol moeten zijn omdat zij dan daar op de site staat? Misschien past ik heb haar wel het idee dat ze dit soort dingen altijd wel tegenwoordig heel goed afdekken. Want net als toen, een paar seizoenen geleden, volgens mij het eerste seizoen dat we deden, toen had je op een gegeven moment dat Rob ging lasergamen en hij ook echt de mol was die aan het lasergamen was. Maar dat hadden ze hadden eigenlijk zo goed vermomd, afgedekt, dat je niet kon zien dat hij de mol was, dat je dat onmogelijk aan de scène zelf kon zien. Dus ik denk dat ze daar wel voorzichtig mee zijn om dat zomaar prijs te geven. Want ze weten natuurlijk dat moloten dit gaan doen. Ja, tuurlijk, ja. En vooral na die hint met Klaas, ik weet niet of je dat ooit wel eens hebt meegekregen. Ja, daar hebben we het ook al vaker over gehad. Ja. Die stond letterlijk qua tekst in beeld. Je kon achterhalen dat Klaas de mol was. Dat stond letterlijk zo in beeld op een gegeven moment. Als je wat letters pakte van de waren het volgens mij een soort versjes of zo. En dan moest je volgens mij het eerste en de laatste letter pakken. En dan kon je Klaas is de mol vormen of zoiets. Dus dat was echt een 100% mega hint. Ja, inderdaad. Ja. Het kon niet anders dan dat het Klaas was toen. Dus ik vind dit ook inderdaad wat je zegt te verdacht. Zo'n grote hint gaan ze denk ik niet meer
zomaar. Dit is meer zoiets van, als je uiteindelijk zij in de finale zit, dan neem je dit mee of zo. Maar anders dan... Ja. 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 Ik ga in ieder geval niet harder op vastpinnen van, oké, jij bent de mol, want nee. Dit is een hint. Nou, ik had even een polletje gedaan en dan merk je wel dat heel veel kijkers dat al wel hebben. Ja, van, zeker. Want Kim Liaan stond helemaal bovenaan qua verdenkingen, ja. In ieder geval. Maar nee, dat heb ik ook. Maar we laten het even voor wat dat is. Je weet in ieder geval dat het bestaat. We gaan gewoon kijken wat dat seizoen gaat opleveren. En of, ja. Misschien gaat Kim Liaan er wel als eerste uit. Hè? Dat kan natuurlijk ook. Ja, dus, ja. Direct hint het kracht. Daarom, precies. Oké, de volgende is... moeilijke naam. Iatitia? Latetia, volgens mij. Latetia. Oh, dat is een L. Ja, dat is een I was. Latetia. Nou, dan valt dat wel mee. Ja. Speelt in theaters, in opera's, concertzalen, orkest. Dus vooral muzikaal bezig, als je het zo ziet. Ja, ja, ik vond het een mooie stem trouwens. Ik heb toevallig van de week even een paar video's van haar opgezocht, maar die kan wel mooi uithalen. Ja, dat kunnen die meesten wel, volgens mij, die dat soort dingen doen. Ja, dat moet ik wel alleen. Maar ja, ze is nog best wel jong in die wereld. Want ik zit dan nog gelijk naar oude mensen te denken, een beetje in die wereld. Opera-zangeres, dan denk ik aan, hoe heet zij ook alweer? Die hele bekende. Francis van Broekhuizen. Oh, die ken je wel, toch? Ja, ze is wel irritant. Ja, ze is wel irritant, ja. Maar een beetje dat postuur denk ik aan als ik... Aan een opera-zangeres, denk ik. Ja. Maar goed, ja. Ja, inderdaad, wat je zegt, toch 28, dus dat is toch vrij jong. Ik denk dat ze een van de jongsten is. Zou je zo'n ding kunnen zijn, zeg maar. Ja, ik ben zelf 28, dus ja. Ja, daarom. Ja. Nee, ik heb niet ambities om in een opera-huis te gaan zingen of wat dan ook. Überhaupt nee? Om te zingen. Nee. Ik denk dat je dat echt heel goed kunt doen. Nee, denk ik niet. Figaro. Laten we dat maar niet doen. Laten we maar mijn podcast houden. Nee. Lijkt me beter. Precies. En ze had natuurlijk nog een opvallende uitspraak tijdens de livestream. Dat ze ervan baalt dat ze niet de mol is. Ja. Ja. Weer zo'n niet-zeggend iets. Nee, ik vond haar ook tijdens terugkijken... vond ik haar ook niet een hele spontane verschijning of zo. Dus ik vond haar een beetje ruiten ingooien, om maar even zo te noemen. Het was echt... Ja, met de deuren naar huis... was echt gewoon, ik weet niet. Ze had niet echt iets dat je denkt van, oh, haar moet weg in de gaten houden. Ik denk dat zij ook niet de mol is om erin te zijn. Maar, okay. Nou. Ik laat nog alle opties op. Ja, nee, dat doe je goed. De volgende kandidaat, dat is Sahil Amar Ayissa. En ik hoop dat ik zijn namen goed uitspreek. Hij is acteur, hij is columnist, film- en tv-maker bij BNN Varen. Nou, we hadden het er net volgens mij al even over dat hij bij De Wereld Draait Door wel eens te zien is. Spuiten Schrik. Ja, ik ga het nu even fact-checken tijdens dat jij dit aan het doen bent. Maar goed, De Wereld Draait Door. Is hij aan tafel geweest of heeft hij iets gedaan in ieder geval? Spuiten en Slikken en Make Holland Great Again. Wat me toch meer aan Trump doet denken. Of aan het filmpje van Arjen Lubach, om heel eerlijk te zijn. En daarnaast is hij columnschrijver bij de Volkskrant. Nou, voor de rest zegt hij dat hij zichzelf niet de allerbeste kandidaat noemt. Dus ik ben heel benieuwd wat hij heeft geflikt in de eerste aflevering. Ja, hij was inderdaad van Jong DWDD. Dus ik had het dat was goed, zou ik zeggen. Ja. Oké. Dan zullen we maar gewoon doorgaan naar de volgende. Suzanne Kleeman. Ze vond een zangduo met Lois of Lois Lane. Ik weet niet. Ja. Volgens mij zijn er twee manieren om dat te spreken. Lois Lane of Lois Lane. Ja, zoiets ja. Ja. Ze heeft in de jaren 80 in de hitlijsten gestaan. Met een nummer Amsterdamd. Ik denk als je het zo uitspreekt. Ja, dat is van die film van Dick Maas. Dat was een hele bekende... film in die tijd. Ik ken de film zelf niet. Maar... Nou, het gaat over. Die film gaat volgens mij over dat er een moordenaar in de grachten van Amsterdam zit. Het is wel echt een Nederlandse speelfilm, laat maar zeggen. Jack de Ripper. Ja, want Dick Maas heeft voor de rest ook de films van Vlodder en de tv-serie van Vlodder gedaan. Dus weet je een beetje. Is hij dat? Ja, dat is hij. Dus dan weet je een beetje in welke hoek je moet kijken. Ja, ja. Ja.
Ja, Flodder is wel mooi. Ja, Flodder is wel, mooi inderdaad. Dat is wel Nederlandse cultuur op een top. Ja, absoluut. Ja, ja, zeker. Dus, nou goed, zij was in die tijd best wel populair. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik recent niet zo heel veel van haar gehoord heb qua muziek. Ik ook niet. Nee. Ik ken haar ook niet. Dus. Nee, ik kende haar ook niet, eerlijk gezegd. Dus, ik ben benieuwd. Oké. Okay. Ja. Suzanne zegt dat ze weet dat er door iemand een joker wordt achtergehouden. Dus dat is wel interessant. Oh. Mocht dit kloppen, dan worden er in de eerste aflevering jokers verhandeld. Ja, dan wordt het gelijk een volle aflevering met jokers en met vrijstellingen en geld. Ja, ik hoop, ik moet zeggen, ik hou er altijd wel van als er veel troeven in het spel zijn. Ja, ja, ik vind het ook leuk. Want dat maakt het toch wat onverwachtster. Want toen een aantal seizoenen geleden hebben we het er ook over gehad. Toen waren er eigenlijk bijna geen troeven in het spel dat jaar. Ja, dat vind ik dan toch jammer. Ja, dat was seizoen 20. Ja. Toen hadden ze volgens mij uitgerekend dat er echt maar 6 of 7 jokers of zo. Zoiets. Ja, maar volgens mij maar in 1 aflevering konden ze verdiend worden of zo. Ja, klopt zo. Ja. Dus echt... Volgens mij was dat een soort vrijstellings- of een bakjesroute. En dan lagen er volgens mij voor iedere kandidaat een joker, konden ze pakken. Ja. En volgens mij had het inderdaad, wat je zegt, 1 of 2 kandidaten, maar ook echt zo'n joker gepakt. Dus toen was het heel weinig. Volgens mij alleen in 1 aflevering een vrijstelling of zo. En dat was het. Ja, dus dat vind ik wel leuk. En vooral in het begin maakt dat toch niet zo heel veel uit. Want iedereen zit toch fout. En ik vind het jammerder als ze op het einde van het seizoen zitten en dat ze dan nog met jokers en vrijstellingen gaan gooien. Want dan komt het ook meer op... Hey, zit je wel echt goed op de juiste mol? Daar komt het precies. Ja. Als het zo is, dan hebben ze inderdaad al in de eerste aflevering jokers die tevoorschijn komen. Dan door met Thomas van Luyn. Dit was een kandidaat die ik dan nog wel eens gezien had bij een paar van die comedyprogramma's volgens mij op de publieke omroep. Bijvoorbeeld de Mike en Thomas show, dat zegt me wel heel vaag iets. Kopspijkers heb ik uiteraard wel eens gezien met Jack Spijkerman was het volgens mij. Studio Snugger zegt me ook niet zo heel veel. De tafel van taal ook niet echt. En Coyonis eerlijk gezegd ook niet. Al heb ik daar wel eens een reclame van op tv voorbij zien komen dat hij daarin zat. Maar het heeft sowieso allemaal met comedy te maken, want daar zit hij gewoon altijd in dat soort programma's. En hij is vaste columnist van Volkskrant Magazine. En er zat nog een andere kandidaat volgens mij net ook al die dat had volgens mij. Sahil zit ook bij de Volkskrant. En als ik me goed herinner, dan zit... Arno Kantenbarg, die zit ook bij Volkskrant. Dus er zitten 3 kandidaten bij Volkskrant Magazine. Dus ik vraag me dan ook af... Dit moet wel samenspel zijn. Ja, samenswering. ik ben benieuwd hoeveel mensen elkaar dan ook kennen hiervan. Weet je wat het volgens mij ook bij zo'n krant is? Correct me if I'm wrong, but... Ik heb altijd het idee dat, zeg maar, er werken heel veel columnisten en zo op zo'n krant. Maar die zien elkaar nooit, volgens mij. Volgens mij hebben die gewoon allemaal net als... deze man een andere baan en schrijf je 1 keer per week gewoon een stukje voor die krant dat je opstuurt. Dus ik denk dat die, ze zullen wel weten wie nog meer columns schrijft voor zo'n krant, maar ze zullen waarschijnlijk ook niet iedereen kennen. Het is niet als zo'n redactie die met z'n allen op zo'n kantoor zit of zo. Het zijn gewoon van, we krijgen hier een stuk van aangeleverd en van hem en van haar en... Ja, ieder gewoon over een eigen vakgebied en dan een beetje wat ze hebben meegemaakt of zo. Dat is een beetje hetzelfde als jij bijvoorbeeld iedere week voor de Gelderlander of zoiets zou schrijven. Dan ben je daar ook columnist voor, of net hoe je het dan wil noemen. En dan, maar ja, dat betekent dat je bij die krant werkt. Nee, en waarschijnlijk ken je alleen de persoon waarna je het toe moet sturen en die zet het dan in de krant neer. En de rest ken je dan niet zo heel goed, nee. Ja, volgens mij kennen allemaal die BN'ers en semi-BN'ers elkaar wel. Ja. Maar... Ja, nou, ik ben benieuwd of dat echt nog uit gaat maken als je dan ook echt dat spel aan het spelen bent. Maar, nee, precies. Ja. Voor de rest zegt hij in de livestream dat hij doodsbang is om als eerste naar huis te gaan. En dat hij heel veel dingen best wel spannend vindt. Dus hij is best wel een beetje onzeker ook wel over hoe hij nou in het spel staat. Maar ja, het is de eerste aflevering. Vind ik ook wel grappig. Ja. Ja. Dat is wel typisch, vind ik, dat een cabaretier dat zegt. Over het algemeen zijn dat wel mensen die spontaan zijn, die snel van de hak op de tak kunnen, die makkelijk iets kunnen verzinnen en zo, een beetje kunnen improviseren. Ja, dus... en ook wel zelfverzekerd, denk ik. Dus
ben benieuwd of dat inderdaad zo overkomt. Ja. En of het dan niet misschien gespeeld is dan. Ja, ja, dat kan natuurlijk ook, ja. Ja. En dan de laatste. Welmoet Sjietsma. Ja, presenteert Goedemorgen Nederland. Op donderdagavond is ze bij Op1 te zien samen met Jort Kelder. En ze is verslaggeefster geweest bij het Jeugdjournaal. Misschien dat jullie haar daarvan kennen. Ja, zij zegt dat ze heel erg is van de waarheid spreken in haar programma's die ze dan presenteert. En dat ze dat wel moeite mee heeft in een programma als in Wie is de Mol om dan ook nog te liegen. Dus... Oh, oké. Okay. Nou, de 11 kandidaten hebben we dan allemaal besproken. En dan moeten we het natuurlijk nog heel even over het land hebben. Want er was veel discussie over waar nou het 22e seizoen werd opgenomen. Want eerst dachten we vooral dat het in het noorden van Europa zou zijn. Omdat daar heel veel van de coronakaart op een gegeven moment ook weer groen kleurde. Eind september denk ik dat het opgenomen is ongeveer. Ja, volgens mij is het meestal rond die tijd ergens. Maar niets is minder waar, want het is in Albanië opgenomen. Dus, in het oosten? Ja, ja, helemaal de andere kant op. Ja. Mooi land, denk ik wel. Want ik heb wat beelden voorbij zien komen. Lekker divers ook wel. Dus, ja, ik vind dat wel grappig aan Oost-Europa. Want als je... Dat heb ik in ieder geval altijd. Ik heb altijd nog een beetje dat communistische beeld in mijn hoofd. Van, weet je wel, Sovjet-Unie, groot, grijs, beetje grauw. Maar als je dan kijkt, dan zijn dat echt altijd zo supermooie landen. Met hele mooie natuurgebieden en zo. Dus... Ja, niets is minder waar. Ja. Ja, heb je ook die bergen zien waar al die kleine huisjes zo naast elkaar staan? Ja, ja. Heel mooi. Echt geweldig. Ja. Ja. Heel benieuwd naar... ja, dat heeft natuurlijk Wie is de Mol altijd ook wel. Altijd wel van die mooie natuurshots ertussen. En, ja, dat doen ze heel goed. En ze pakken ook echt volgens mij een paar tolken uit dat land. En echt mensen die toeristen begeleiden, die weten ook precies wat er mooie plekjes in het land zijn. En, ik denk dat je dat ook wel moet doen als programma. Want anders, ja, dan kom je natuurlijk niet op de plekken van het land. Dan kom je alleen maar op die toeristische hotspots. Maar ja, dat is ook wel niet... Ja, of je komt inderdaad, wat je zegt, echt op alleen maar plekken waar die grote betonnen gebouwen staan. Die allemaal op elkaar lijken. En, want die zul je er ook waarschijnlijk hebben. Maar ja, dat is niet interessant voor tv vast wel. Natuurlijk. Ja. Dus, en ik heb ook wel wat dingen voorbij. Ze komen volgens mij gaan ze bungee jumpen. En ze gaan een soort paraglider gaan ze... ik zag van alles in de preview inderdaad. Ja. Iets van bungee jumpen in een watertank of zo. Ik heb nog een lasergame opdracht voorbij zien komen volgens mij. Ja, klopt. En volgens mij ook een boot waar ze iets met boeien aan het rijgen waren. Dus het zal vast een opdracht in het water zijn dan denk ik wel. Ja, of ze dan ook echt moeten gaan zwemmen en of de toerisme dan ook nog erbij gaat kijken. Ik denk dat ze dat net zoals vorig jaar weer een beetje achterwege laten. Ja, natuurlijk was het toen in september wel... het ging wel beter toen. Ik weet niet toen. Hoe het in dat land was, maar toen was er heel weinig corona, dus... Ja. Ja, want ze hebben vorig seizoen hebben ze wel een opdracht gehad als ze in de stad toen die foto's aan het maken waren. Dus toen waren ze toch wel op 1,5 meter in een centrum bezig met een opdracht. Ja, precies. Dat zou natuurlijk wel weer kunnen. Maar ja, dit is natuurlijk vooraf weer moeilijk te zeggen of dat... dat is zo. Is. Blijft gissen. Voor de rest kunnen we dan nog vertellen dat Splinter Chabot vanaf dit seizoen... vooral het online gedeelte van de site onder zijn hoede gaat nemen. Vroeger was Annemieke, die deed de podcast van Wie is de Mol. Dat gaat nu ook Splinter doen. En hij gaat daar vooruitblikken op de kandidaten eigenlijk, wat wij in deze podcast al hebben gedaan. Alleen hij spreekt ze dan waarschijnlijk 1-op-1. En hij gaat tijdens het seizoen, gaat hij ook nadat een rood scherm is getoond per aflevering, gaat hij dan de afvaller interviewen. En gaan ze bespreken wat dan eventueel beter had gekund en hoe ze het hebben ervaren. En een beetje een soort nabespreking eigenlijk. Dus dat allemaal op de site van Wie is de Mol. Ja, en dan vallen wij eigenlijk weer in een soort leegte. Want wij moeten nog een paar weken wachten. Het is niet zo heel lang meer hoor. Maar 1 januari, dan gaat het weer van start, het nieuwe seizoen. Gelijk op nieuwjaarsdag, op zaterdagavond, 5:30. Ja, ik ben benieuwd of ik dan direct kan kijken. Want dat zijn toch altijd wel van die dagen dat je van alles ook met familie en vrienden hebt. Dus... Ja, en wij hebben dan de weken na bij een feestje gepland staan, volgens mij. Dus dat gaat weer goed dit seizoen, ja. Precies. Ja. Maar
Video's komen altijd op tijd. Video's komen altijd op tijd, sowieso. 8:30 is 8:30. En hoe we dat gaan doen, ik heb geen idee. Maar op dat feestje. Ja, op dat feestje. Jongens, even stil. Ja, moet even Wie is de Mol terugkijken. Ja, ja. Even op de wc. Ik wist het nog. Ja, ik heb even de video opgenomen op de wc. Ja. Ja. Hallo, live vanuit het toilet. Ja, een nieuwe omgeving om op te nemen. Nieuwe studio. Nieuwe studio. Ja. Oh, ik zit er helemaal voor me. Maar dat gaan we maar niet doen, denk ik. Maar ja, nee. We proberen ook deze podcast meestal op de woensdag online te zetten als het seizoen dan gaande is. Dus we gaan ons daar hopelijk aan houden en anders komt hij een dagje later. Maar we gaan sowieso iedere week een nieuwe podcast maken over de aflevering. Zeker. Dus als je comments hebt of wat dan ook, laat het gewoon weten. En dan behandelen we misschien jouw reactie wel in de nieuwe podcast aflevering. En als je aan het luisteren bent op Spotify of je bent aan het kijken op YouTube, ja, kijk ook even op het andere platform als je dat handiger uitkomt. Ik kan me voorstellen dat het soms ook wel gewoon fijn is om alleen naar de audio te luisteren wanneer je onderweg bent. En misschien is het fijner om naar de video te kijken als je thuis achter je PC zit of zo. Dus, in principe is het beeld alleen maar extra. Je mist niks als je niet naar het beeld kijkt. Maar dan kunnen we wel met z'n allen klagen dat Gees beeldkwaliteit dat helemaal kut is. En, ja. Maar dat gaan we speciaal zo houden natuurlijk. Ik dacht dat jij nu net een scoop ging vertellen. Dat je er iets aan ging doen. Oh, maar, oh ja, ja, ja. Dat hadden we afgesproken. Na kerst heb ik spotjes afgesproken met Guido. Ja. Wel niet van de kerstman, dan door mezelf. Dus, ja, dus dan kunnen al die comments van vorig seizoen van hey, Gedi, jouw beeld is slecht. Want het is een podcast, dus waarom zou je naar het beeld kijken? Maar oké, goed. Ja, precies. Die comments hoeven we dan niet meer te ontvangen. Maar dit is dan ook. We moeten niet te veel gaan verbeteren, want straks is alles goed. Ja. En waar moeten jullie dan op gaan zeggen? Ja, dat is waar. Hè? Maar weet dan wel in ieder geval dat dit nog de unieke kans is om er nog één keer iets over te mogen zeggen. Want daarna mag het dus ook gewoon niet meer. Dat is gewoon even de regel bij nu. Bij deze. Hoor je verbannen. Ja, inderdaad. Uit de comments. Uit de comments. ik moest nog even terugkomen op een dingetje. Wie is de mol op dit moment? Ja. En normaal had je nog een 1 op 10 kans en nu een 1 op 11 kans. Dus nog minder kans dat je het goed hebt. Nog minder kans dat ik het goed heb. Ja. Ik zeg Sahil. En waarom? Is dat dan gewoon gewoon een buikgevoel? ik heb echt nog geen idee. Nee, ik heb geen idee. Dan zeg ik Freesia. Oké. En dat zeg ik gewoon puur omdat zij een beetje haar profielfoto op de site heeft. Een beetje een soort ijzige blik of zo. En dan denk ik van, nou, misschien kan ze wel goed liegen, maar oké. Een ijzige blik. Ja, nou ja. Een compliment zal ze dat vinden. nee. Ze gaat niet 40 minuten podcast terugluisteren, denk ik. Dus, misschien wel. Ja, misschien wel. Als je luistert of kijkt, hartstikke leuk natuurlijk. Dus laat even iets weten in de comments. Dan behandelen we dat de volgende podcast. Oké. Nou, dames en heren, jongens en meisjes, wij zijn er. Koeken en peren, beste reizigers. En molloten, we zijn er volgende keer weer met de nabespreking van aflevering 1 van seizoen 22. Ja, en dat zal dan hoogstwaarschijnlijk op 4 januari zijn. Ja. Dus vergeet ons niet te volgen via Molcast, zowel op YouTube als op Spotify dus. En dan zien wij er dan weer. En veel plezier met de eerste aflevering. Ja. Doei. Doei.